crashed down on me, and you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was 10e van de 9e. En mijn zwager Adrie is jarig. Dus ja, Adrie, ik heb je al gefeliciteerd. Ik heb je al gebeld en al. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren in goede gezondheid erbij. En ook in een betere wereld dan dat we nu leven. Ook dat gun ik je toe. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Valt vandaag niet veel te doen dan enkel editen. Ja, het is bloedje heet buiten. Ik heb net de deur weer dicht. Toch staat er een windje, maar die brengt benauwde en warme lucht naar binnen. Dus dan de deur maar weer dicht. De meisjes die moeten er nog uit, maar het is veel en veel te heet. Dat doen die meisjes niet aan. Moeten ze wat doen, doen ze het maar even in de tuin. Maar ik ga niet met ze lopen nu, dat is veel te heet. Dan wacht ik wel tot er de zon onder is en dan maak ik wel een grote blokje. En dan desnoods naar de oude Rijkswerf weer, dat ze even het water in kunnen. Bij die blauwe haai, want Rijker gaat dus niet lekker tot aan de buikje het water in op de dijk. Die zwemt niet, dus ja, dan kan ik beter eventjes hier naar de blauwe haai toe gaan, dat kunstding. Ga ik daar lekker zitten en dan kunnen ze even lekker ravotten daar, oh ja toch? Ja, vind ik wel. Hé meisje? Ja. Ik weet, ja, ik moet erom denken, want het uitgaansleven is daar nu ook, ja. Maar ja, komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon van je dingen. Doe wat je doen wilt. En doe wat je doen moet. Die klok is gek. Want het is vandaag natuurlijk, want dan vergeet ik, zondag de 10e van de 9e. En mijn zwager Adrie is jarig. Dus ja, Adrie, ik heb je al gefeliciteerd, ik heb je al gebeld en al. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren in goede gezondheid erbij. En ook in een betere wereld dan dat we nu leven. Ook dat gun ik je toe. Want wat we nu hebben, ja, dat is niet fijn. Maar in ieder geval, geniet van je 63ste verjaardag. Hij is 36 jaar, mocht hij willen. Hij is wat jonger dan dat ik ben. Ja, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, geniet ervan. Samen met Betje. En vanavond lekker uit eten met z'n tweeën. Dat doe je helemaal goed. Nee, inderdaad, zoals je al zei. Geen afwas, nee. Maar we leven ook om 3:05. 3:05. Dus ja, helemaal geweldig. Hé? Anders zag ik lekker nog met ze gaan lopen en weet ik van waar naartoe. Ja, misschien wel naar de dijk, maar dat is nog veel te heet. Hé? Ja, doen we niet. Nee, moet dit weer wat koeler zijn, dan kan het wel weer. Maar nu, nee. Dat gaat het nou echt niet worden. Het is echt vies smerig heet. Maar ja, ik weet ook niet of we vandaag onweer krijgen, want ze hadden het ergens al over onweer en weer regen en weet ik veel. De lucht is wel skier. Ja, ik ken het. Daar is die helderder dan daar. Ja, daar moet je ogen dichtknijpen, daar kun je ze open houden. Ja, echt. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Rijka. Rijka. Ja, Rijka die heeft wat lekkers, lieve vrienden.
heb ze gekregen. Elwin die heeft het ook gehad, maar die heeft hem al lang al op. En Rijker die is nog steeds bezig. Ja, en daar heb ik plezier aan, hè. Kleine hoopje. Zo geweldig. Ja, en degene waar ze het van gekregen hebben, nou daar zit er eentje, hè. Hi schat. Hi schat. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Met u ook? Ja hoor, helemaal goed. Enkel moe. Ja. En dan hebben we een andere schat. Hallo Moetie. Hallo lieverd, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Oké, toppie. Voelt het warm? Ja, dat is het zeker. En daar word je ook moe van. Ja, echt. Heel lekker weer. En daar hebben we meneertje Kandolf. Jij, kerel. Onze Kandolf, hè. Hé, onze Kandolfie. Jochie, hè. Ja. De enigste vent in mijn huis die hier leeft. Ja. Goeie. Zeg maar wat van. Goeie. Ja. En we zitten aan een bakje koffie. En ik ben bezig een vlog aan het editen. Ja, moet ook allemaal gedaan worden. Maar zo dadelijk piepen ze de vetpan op al. Ja, het gaat allemaal een beetje langzaam. Gandalf, mag ik het doen? Hallo. Zo. Hi meisje. Het is ook zo warm. Ja, jullie moeten er ook nog uit, hè. Ja, het is ook warm, hè. Het is ook gemeen, hè. Ja, het is nog steeds 28 graden op de Google-hub. En die is 1 graadje gezakt, 29, en het was 30 op de computer. En hoeveel is het op de telefoon? Hoeveel is het op de telefoon? Bij mij was het er straks eigenlijk binnen op de telefoon. Oh. Ja, ook 28. Oh, het is zo heet. Jo, is goed. Ja. En daar staat 29. Ja. En daar staat ook 28. Dus ja. Lekker kruidenhuis. Mensen kunnen in de tuin. Want het is gewoon te warm buiten met ze te lopen. Daarom. Maar ik vind het wel lekker dat de zon al achterweg is en dat neem je gelijk toch dat het toch aan de ene kant wel weer even koeler wordt. Ja, dan ben je blij dat de scooter weer rijdt. Dan kun je wind vangen. Ja, inderdaad, dat heb ik met de booster, met de scootmobiel. Ja. Oh hier. Ja, die zit te snuffelen. Die zoekt die kluif. Ja. Maar die bereikt daar gewoon weer mee. Ja, uiteraard. Ettenbak. Het is echt een ettenbakje, dat gaat. Maar ja, dat kan Rijka ook hoor. Ja. Die kan het net zo goed. Dus, maar ja, we gaan lekker verder aan deze kant. Kijk, komt ze weer. Is dat zo lekker, wijfie? Ja, ik ken dat. Hé, Kandal, die is ook liefwinkel, die was aan het mekkeren. Die wou de kamer in. Nou ja, dan de kamer maar in. Hé? Jo. Dus. Nou ja, lieve vrienden, wij gaan naar de koffie. De Skyglass koffie staan. Nee, die drink je zo wel op. Oké. En ik heb hem nog staan. Ik zei al, drink eerst koffie op voordat je eten gaat aan. Maar dan heeft hij geen rust in zijn reet. Nee. Dan moet hij gaan. Is de leeftijd, denk ik dan. Dat kan. Ja. Maar ja, wij gaan lekker hier verder met koffie drinken en met editen. Dus het komt allemaal goed. Tot later. Zo, lieve vrienden. Nou, het is nu 27 graden en we leven op de tijd van 19:38. Op de computer is trouwens nog 28 graden. Maar het is toch aangenamer geworden. Ja. Omdat de zon natuurlijk ondergaat, voelt het aangenamer aan. Dus ik ga lekker lopen met meisjes en dan hoop ik, want ik ga dan even ook naar de Oude Rijkswerf, mijn achtertuintje, naar die blauwe haai die daar voor de kunst en voor de sier hangt. Hopen dat er nu nog geen blauwalg is. Van de week was het er niet. Maar ja, in een paar dagen kan er een hoop gebeuren. Als er geen blauwalg is, kunnen die meisjes daar even het water in. Die gaat mee, dus ja, komt helemaal goed.
Dus ik zal hem dan trouwens ook openen, want dan kan ik mijn loop-app aandoen. Ja, dat moet ook eventjes gedaan worden. Zo, die is open. Dan kan ik hem zo aandrukken. Dus ja, als er geen blauwalg is, film ik. Is er wel blauwalg, hebben we pech. Ja. Ja, misschien film ik dan ergens onderweg. Ik weet het niet. Weg eraan. Hebben we plezier, hè? Ja, nou, kind. Ja. Het wordt hoog tijd dat we even lopen gaan. Hè? Ja, echt wel. Maar oké, we hebben lekker patatje gegeten met z'n drieën. Met z'n drieën. Patrick, Sky en ik zijn de gek. Dus ja, lekker patatje laten halen. Dat is helemaal top. Mijn vlog is nog niet af. Ik kan er ook niks aan doen. Dat hij wanneer de jongens krijgt. Maar ja, we gaan gewoon eventjes nou lekker lopen. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Lekker buiten in je tuintje zitten. Of op een balkonnetje of wat dan ook. Maar ga lekker genieten. Doe dat. En ik ga het ook doen. Nou, zoals jullie zien ben ik maar wel afgeslagen richting de dijk. Er zijn geen vissers, dus daar ben ik helemaal blij mee. Ja. En de meisjes, nou ja, die zitten te wachten tot ik ze loskoppel. Rijka. Rijka. Hallo. Dat is 1. En dat is 2. Hup, hè. Die plonst er wel in. Oeh. Ik weet niet waar je... Oh, daar. Haha, zo'n beetje rond. Kijk je uit, dametje. Maar die gaat er echt niet in, hè? Rijke gaat er niet in. Echt niet. Zo vertikt het. Oh, ze zien een ander hondje. Ik hoop dat dat goed gaat. Dat is voor het eerst. Ik ga niks zeggen nu. Lief zijn, hè? Lief zijn. Lief zijn. Lief. Elwing ook lief. Lief zijn. Lief zijn. Lief zijn. Hoi. Even verder inzoomen. Rijka! Kom maar, Helwing. Ga Rijka halen. Ga Rijka halen. Doe maar. Rijka. Ik bedoel Helwing. Ga Rijka halen. Helwing, ga Rijka halen. Doe dan. Rijka! Kom! Kom! Ja! Goed zo!
je, kom je toch uit jezelf. Hey. Nou, ga zwemmen maar. Ga zwemmen dan. Lekker even, hè. Hé, hey, jij bent er niet in geweest nou, hè. Ik had de pootjes misschien een beetje nat. Kom maar. Dan gaat ook nog een bootje. Ik zie hem wel met mijn blote ogen, maar... Waar moet ik wezen? Oh, daar. Nou, die gaat balletje halen. Jij niet, hè, Elwing. Nou, gaan jullie weer mee? Gaat het vrouwtje weer afsluiten. Kom maar. Zo, lieve vrienden. Ja, de tijd is weer aangekomen om dus met een meisje te gaan lopen. Ja, de meisjes die moeten er nodig weer even uit voordat we naar bedje toe gaan. Hé? Ja. En die legt zo lekker op de bank. Hé? Ja, kind. Hi, kind. En waar is onze Rijka? Die ligt onder de eettafel. Ja, en die zie ik nou niet. Nee, die ligt tegenwoordig onder de eettafel. En waarom daar helemaal? Ja, Joost mag het weten. Volgens de plekje in huis. Ja, daar ligt ze. Helemaal verscholen. Rijka. Nee, heel donker, maar we zien er. Ja. En dan kan ik wel wat aan doen. Ja, kan ik zeker wat aan doen. En dan heb ik een heel mooi lichtje, wat zometeen op mijn borst gaat. Zo. Ja. Oh, nou is ze weer weg. Maar waar is ze nou? Zo zie ik haar liggen. En zo is je pleiten. Nou zeg. Oh, kijk, daar is ze. Ja, daar is ze. Hé, gaan we zo meteen lopen? Ja, even lopen. Hè. Het is een aardig stukje koel. Het is 23 graden. Ik heb net even gevraagd. Ja. En dat geeft de computer ook aan, 23 graden. Gaan we lekker lopen, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, hè? Ja. Dus ja, dat dus. We gaan lekker lopen en daarna gaan we naar boven toe lekker slapen. Want morgen komt Willy weer. Willy wil wel. En weer een drukke dag. Ook de boys die zouden weer komen, dus ja. We zien wel. En nog anderhalve week geloof ik wachten totdat de rest van laminaat komt. Dus ja, we wachten het allemaal even af. En ik hoop dat Sky er een beetje snel in heeft. Anders zit ik wel met mijn kerstspullen en mijn Halloween. Tenminste, eerst mijn Halloween en dan mijn kerstspullen. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval dat dus, ja. Lekker ding. Dus we merken het allemaal wel. En ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit jullie bed zien te komen. Ik zeg, God, ik houd over ons allemaal de wacht. En ik weet het zeker. Ja, ik weet het zeker. Dat hij dat doet, dat hij dat nakomt. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!